mooi met bling bling bling, maar ik heb hem kapot. Oost-Indische doven. Zeg maar dag allemaal. Hele goedemiddag, lieve vrienden. Het is alweer reeds 14 uur 16, dus 16 minuten over 2. En het is donderdag 26 november alweer. Ja, ik had gisteren een halfband gekocht. Ik had hem in de gang al laten zien. Mooi met bling, bling, bling. Maar hij gaat al kapot. En dat vind ik niet leuk. Dus ik breng deze terug. Ze weten er al van. En ik neem gewoon een normale canvasband. Ja. Misschien een rode of nou ja, een kleurtje wat een beetje bij er staat. Want ik vind dit wel, hè. Hij was 22 euro op een cent na. Nou, hallo. Ik vind dat een beetje... Dit mag niet voorkomen. Nee. Mag niet gebeuren. Maar oké, lieve vriend, ik ga ze nou eerst even lekker uitlaten. En daarna pak ik de booster en daarna probeer ik alleen de Alwing mee te nemen. Want die weet nog niet wat het is om naar de booster mee te lopen. Dus dat moet ze ook leren, dus gaat het toch gelijk doen. Fiets weet ze wel, het zal wel eens gedaan wat ik begrepen heb uit filmpjes en foto's. Dus moet ze dit ook wel kunnen. Hé, Elwin? Madameke? Ja, dat waarom ik dan zo laat ben. Nou ja, visite gehad, weer terug naar bed gegaan, want ik was lang niet in orde en nog niet. Nee. Maar ja, wat doe je eraan? Twee keer niet. Ik denk ook dat het door het weer komt of wat dan ook, ik weet het niet. Maar oké, lieve vrienden, Rijker die staat op de bank. En daar ligt Madameke. Helming en Kandolf is buiten. Ja, moet ook kunnen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet lekker verder van jullie dag. Maak er wat van. Ja, ik ben ook nog steeds bezig met die kerstkaarten. Daar komt ook geen einde aan. Maar ik moet ook nieuwe halen. Dus ik kan ook niet. Ja, ik heb er nog 3 die ik kan schrijven. Nee, niet waar. 4 zie ik al. Ja, 4. 1, 2, 3, 4. Dus ik moet sowieso even nog een doosje erbij halen van 10. Ja. Dan hoop ik dat ik het dan red. Ja, toch? Ja. Dan neem ik nog een doosje mee, want zo duur zijn ze niet. En dan heb ik ander jaar weer een beetje. Weer over. Voor ander jaar. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En maak er iets leuks van. Ja, toch? Ik zeg het later. Ja, lieve vrienden, het wordt alweer schemerig en dat om 15:30, 3:30. Maar oké, ik ben weg geweest. Ik heb een nieuwe halsband gekocht, een rode. Ik moet hem nog passen, ik moest dit er allemaal aan laten nu. Ik ga hem straks ook passen, met medewerking van jullie natuurlijk. Ja, jullie mogen meekijken. En ik heb ook kerstkaarten gekocht. Ja, het glimt, hè. Het glimt zo erg. Ja, nog glimt het nog meer. Wat staat er dan? Hier. Nou, ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Ondanks dat het weer spiegelt allemaal. En dan heb ik er nog één. En dat is die. Oh, wacht even. Als ik het nou zo doe, dan glimt het niet. Net als met het tegeltje van Ewin. Luca, ja, ook heb ik een hele grote, lange, dikke bos met, nou, ik zei al 7 weken mijn handen niet meer wassen, want ze ruiken naar dennengeur, ja, heerlijk. Ik heb dus een dikke bos met kersttakken waar ook lange takken bij zitten, ja. Dus helemaal top, helemaal geweldig, ja.
Een hele grote dikke bos en ze zijn niks niet duurder dan vorig jaar, gewoon 12,50. Nou, wie doet je wat? Ik bedoel, ze zeiden allemaal dat het schreeuwend duur was, duurder dan vorig jaar. Ook de bomen, die zijn bij hem helemaal niet duur, gewoon wat die vorig jaar ook was. Dus ja, waar ze het over hebben, ik weet het niet. Maar daar ga ik morgen mee aan de gang. Dus een reden des te meer voor Astrid, hoe ze morgen weer niet beneden aan het werk. Dat kan niet, nee, ik ga dit hier allemaal weer leeghalen, die hele tafel, want ik heb die tafel nodig. En ik moet weer boksen beneden hebben met zilveren ballen. Misschien dat ik dan eindelijk ook mijn piekje van het televisieboompje vind. Maar ja, nou gaan we dus kijken of Elwing deze past. Want ze heeft de oude riem van Scruffy nog om. Dus ik zet jullie even hier neer. En Elwing, kom eens kijken. Kom eens kijken. Nee, jij nou even niet. Het is nou Elwing. Annie, kom maar. Ik moet eerst deze riem even los hebben, lieve Scruffy. Die gaat af. Die hoef je ook niet om te laten, maar... Ach, ik had dus geprobeerd haar mee te nemen met een booster, maar dat lukt mij niet. Nee, want ze begint dan echt te trekken als een tierenlier. Dat schijnt echt niet. Nou, kom eens hier, kind. Even die daar. Nee, ik moet hem verstellen. Ik moet hem even verstellen. Zo ziet ik niks. Hallo, die draait om met die kop. We zijn nog niet zo ver. Ik moet hem even verstellen. Ik moet hem groter maken. Ja, kom even verstellen. Nee, dat stukje. Nee, die kan toch werken. Hup. Moet je wel willen. Beetje bij beetje. Hé, meisje lief? Dan gaat die daar weer weg. Dan gaan we weer proberen, mijn kind. Kom eens hier. Och, hoe zit ik hier dan? Zie. Ja, anders zit ik er niet. Nou, dat zit. Toppie, zit hij nog een beetje te lekker? Ik heb mijn handen nog tussen hier ook. He, dus hij kan hem weer ietsje strakker als het moet. Ja, dan kan ik hem op slot zetten, geloof ik. Ja, dan kan hij helemaal niet meer open. Nou, toppie. Nou, dan moet ik hem even ietsje strakker zetten weer. Ja. Ietsje, pietsje strakker. Zo. Gaan we weer. Hartstikke. Ja, en ik ben er lief voor. Yes, zeker ben ik er lief. En ja, dit is... Kijk, nog mijn hand ertussen hebben. Maar dit is veel beter. Hé? Dan ben je een mooi riempje mee. Ja. En deze is ook heel goed. Ja hoor. Hm? Nou, mooi riempje ook, kind. Hé, mooi halsbandje, hè? Ja. Dus hij moet dan eerst door de ring. En hup. En dan kan hij nog op het slot. Nou, en dan kan mijn hand er nog tussen. Nou, moet toch kunnen? Ja. Nou, die was aardig goedkoper dan die andere. Dus daarom kon ik weer kerstklakken kopen en kaarten. Ja, ja. Dus, nou. Kan dit eraf geknipt worden? Het zijn mooie halsband. En hierom moet ik gelijk haar aankoppelen. Dit is gelijk de koppelring. Nou, de rest ligt hier allemaal nog. Dus dat zal ik dan eventjes doen. Ja. Dan gaan we dat eventjes doen allemaal. En dat is deze toestand. Dan moet ik even kijken. Die gaat daar even af. Dan moet ik een schaar hebben. En dan moet ik dat er sowieso afknippen. En dan moet ik zien hoe dat andere eraf moet. Dat is weer op een speciale manier.
zo. En dan moet ik lekker nou weer. Hè? Gaat goed met je Corina. Zo. En dan is het voilà. Hé? Ja. En dan moet deze vrouwtje om en dan moet Rijka er nog aan. En Rijka dat duidelijk legt in het mandje van mijn rollator. Ja, gaan we zo even doen, hè? Ja, gaan we zo even doen, hè, meisje? Ja, kind. Och, hoe is je toch? Lekker ding. Dus ja, al met al toch weer een geslaagde dag. Niet veel gedaan, maar toch ook weer wel. Ja, toch? Hé, hey, is die van Elming? Is die van Elming? Ja, meisje. Is een Elming, hè? Ja, is er van Elwing. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Doe het met de dag. Hou de moed erin, dan doe je het pas goed. Ja hoor. En ja, ik heb hier nog een dikke bende en ik ga vandaag zorgen dat ik dat klaar krijg. En dan is het nog enkel de postzegels. Maar het was nou ook smorende druk in de winkel. Oh, hey, hallo! Hallo! Kijk, kan ik het lekker eten nog voor vanavond? Gebakken aardappeltjes met spekkies en spersieboontjes. Ja, ja. Oh, maar jij nou weer deugd niet. Ik moet van alles aan de kant gaan zetten. Ja, ik moet van alles wat aan de kant gaan zetten. Ik moet wel even. Zo, die daar in de ruimte. Ja, kan jullie weer terug? Hé, Kandolfie? Ja, man. Die gaat toch die kant. Kijk, hadden jullie die al gezien? Heb ik zelf ooit gemaakt. Dat is een drieluik. Ja. Oh ja. Dit is de achterkant, dat is gewoon zwart. En die kant is ook hetzelfde aan de andere kant. Maar ja, mijn armen zijn niet breder. Dus ja, ooit zelf gemaakt. En toen bestond internet nog niet. Dat komt later pas. Nou, madame Rijka. Hallo. Hallo, hallo. 1, 2, hup. Kom maar op, kereltje. Komt u maar. Goed zo. Meisje toch. Nou ja. Denk je er even om? Hallo? Madame? Rijka? Oost-Indische doven. Oost-Indische doven. Zeg maar dag allemaal. Hup. Zo, gaat die daar weer. Die komt hier, die komt daar. Mijn kerstman. Ja, is hij niet lief? Lieve kerstman, hè? Ja, vind ik van wel. Oh ja, dat plankje nog. Hup. Wat staat daarop? Nou, zorg voor de zorg, care voor care. Ja, ook zelf eventjes gedaan. Ik denk, nou. Hup, dat moet gewoon blijven staan. Hup, omdraaien jij. Nee, moet dat blijven staan, zeg ik. Hup. Zo. Nou. Moet ik zien of ik omdraai kan. Want er ligt een groot bakbeest voor me. Zo. Nou. Dames en heren. Ik ga een bakje koffie maken. En ik ga verder met schrijven. Want anders kom ik niet klaar. Nee. Dan kom ik niet klaar. Maar oké, ik wens jullie allemaal heel veel plezier. En of je het nou met een cola doet of met een potje bier, moet je helemaal zelf weten. Laat het je in ieder geval smaken. En een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Oh nee, eerst nog eten, hè. Ja, je moet nog wel eten, hè? Ja. Dus smakelijk eten, bon appetit en prutjes en... Hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Voor later op de avond natuurlijk. Ja.
Welterusten en slaap lekker met mooie dromen. En morgen wel weer gezond uit je bed zien te komen, want anders, ja, als zieke mensen zei je niks. Nee, die moeten maar op bed blijven, hè, Elwing? Ja. Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze en graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!